Wat vond je eigenlijk van de wedstrijd? Ik denk dat de neutrale kijker heeft een geweldige wedstrijd gezien. En wat is uw analyse erop? Nou, ik denk dat we heel goed beginnen. Je maakt een hele goede goal. En daarna, ja, je domineert. Je bent een paar keer slordig, waardoor zij kunnen omschakelen. En aan de voorkant wisten we dat al. Vanuit omschakelingen of standaard situaties konden ze ons pijn doen. En dat gebeurt. Je geeft twee standaard situaties weg. Eigenlijk drie. De eerste krijg je al een waarschuwing. En daarna krijg je twee goals tegen. En dan moet je gaan repareren. En ja, de tweede helft komen fantastisch uit de startblokken. En de wissels spelen ook een grote bijdrage in. En dan zie je ook, je ziet de individuele ontwikkelingen zichtbaar. En het teamontwikkeling is ook zichtbaar. En dat was vandaag zeker. Ja, zeker als je een aantal keer moet incasseren. Dan zie je ook dat er een aantal jongens opstonden. Dus de tweede helft wilden we eigenlijk het speelveld nog groter maken. Dus echt met buitenspelers gaan spelen met Sontje Hans en Jaden Manel. We wilden onze creatieve mensen aan de bal krijgen. We hebben middenvelders ook die aan de bal willen hebben. Die een mannetje kunnen uitspelen. Maar die ook zeg maar andere spelers in stelling kunnen brengen. Ja, als je dan een uitwedstrijd 4 goals maakt. Ja, dat zegt heel veel. En dat zegt ook heel veel over de manier zoals Jong Ajax speelt. U heeft voor gekozen om Joël Hato te laten debuteren. Waarvoor die keuze? Ik wilde eigenlijk een link en een centrale, dus een linksbener en rechtsbener. En vanuit achteruit willen we ook echt voetballen. Dus we willen daarin ook de juiste mensen dat ze in ieder geval vooruit spelen en tussen linies kunnen spelen. En kijk, Joël hebben we dat gezien de afgelopen periode. Hij heeft een uitstekende periode gedraaid bij de onder 18. Dus is ook een stukje, of eigenlijk een beloning voor hem. En we weten dat hij goed kan voetballen vanuit achteruit. Dus vandaar de keuze voor Joël. En daarin ook Jaden Manel die invalt, die het speelveld goed breed hield en ook constant voor dreiging zorgen. En dan zie je ook dat je makkelijker voetbalde. Dag Jurel, knotsgekke wedstrijd. Mag je feliciteren. Wat vond je eigenlijk van je debuut? Ja, ik vond het een mooi debuut. Belangrijk ook dat we hebben gewonnen. Ik denk dat ik prima invalbeurt heb gehad. Dus ben ik alleen maar blij mee. Ja, wat vond je eigenlijk verder van de ervaring? Ja, wel anders dan in de onder 18 waar ik speel. Veel fysieker, het gaat veel meer op en neer. Dus ik moest steeds heen en weer. Dus het was best zwaar, al heb ik maar 45 minuten gespeeld, maar wel een goede ervaring. Ja, het ook sprak over de prestaties van Joël onder andere. Ik zag hem laatst ook in de Youth League tegen Napoli een prachtige goal maken. Wat is eigenlijk uw kijk op zijn ontwikkeling verder? Wat ik zeg, op dit moment gaat het goed. Maar er is een hele lange weg te gaan. Dus hij debuteert nu in het betaalde voetbal. En wat voor hem geldt, geldt voor anderen ook. De komen is niet zo moeilijk, maar je moet er blijven. En je dwingt dat af. Dus dat, voor hem geldt het ook. Je moet het afdwingen in de onder 18. En dan kom je, en momenten kom je snuffelen bij Jong Ajax. En uiteindelijk moet je zorgen dat je beter bent dan de concurrent. En dat geldt van onder 18 naar Jong, maar dat geldt ook voor Jong naar 1. En iedereen moet heel hard vechten voor zijn plekje. En je moet zorgen dat je uiteindelijk de beste bent. Hoe beschouw je eigenlijk je aankomende stap in betaald voetbal? Nou, ik wil gewoon mijn best blijven doen in de onder 18. En als ik mee kan gaan met Jong, dan als ik daar mijn minuten kan pakken, gewoon mijn best doen. Ja, dat is eigenlijk wat ik wil.